In Breda, waar de finale van de landelijke kleinkunstcompetitie van de Stichting De Oprechte Amateur werd gehouden, verscheen onder meer het ensemble Accordia uit de afdeling Kennemerland. Même se fuir encore, il n'ose plus dire bonjour aux potes, il sait pas quoi faire de son corps, quand il est tout seul il sanglote, tout l'est en tout dès qu'il se levait, d'un air penaud et ridicule, il va voir aux objets trouvés, s'il n'y aurait pas la bagajule. Sentimental journey home, sentimental journey home, sentimental, 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 sentimental journey, journey. Dit vertrouwde geluid van de jaren 50 zou weldra een flinke opwepper krijgen, want de rock'n'roll stond voor de deur. En er veranderde meer. Het permanentje raakte uit de mode en de kopjes werden korter, evenals trouwens de rokken. Het verfoeide ziekenfondsbrilletje werd afgedankt en er kwamen modieuze brillen die de vrouwelijke charme verhoogden. En zelfs de kippen kregen een brilletje op. Maar dat was een uitvinding die moest voorkomen dat ze elkaar zouden kaalpikken in de kippenfokkerijen van de opkomende bio-industrie. Diep inademen. Adem inhouden. U bent klaar. De TBC of tuberculose was geen echte volksziekte meer, maar waakzaamheid bleef geboden. En daarom werden rijdende onderzoekscentra in gebruik genomen. De volksgezondheid maakte grote vorderingen. De Amerikaanse arts Jonas Salk ontwikkelde een vaccin tegen een andere gevreesde ziekte, de kinderverlamming of polio. Over de hele wereld werden miljoenen kinderen met dit Salk-vaccin ingeënt. Grote belangstelling was er in Nederland voor een andere Amerikaan. Uit alle delen van het land en zelfs uit België trokken duizenden en nog eens duizenden mensen naar Rotterdam om in het Feyenoordstadion een evangelisatieavond bij te wonen van de Amerikaanse prediker Billy Graham. Er waren ongeveer 60.000 toehoorders toen een koor van 6.000 zangers en zangeressen de avond opende met gezang. De redevoering van de Amerikaanse evangelist werd regel voor regel vertaald door brigadier Nijman van het Leger des Heils. If you have failed to live as good as Christ, you have come short and are a sinner. Als je niet zo goed geleefd hebt als Christus, dan zijt je tekortgeschoten en dan zijt je een zondaar. Evenals in Amerika, Engeland, Frankrijk en Duitsland eindigde Billy Graham ook hier met de uitnodiging aan zijn gehoor om te kiezen voor Christus. Na enige ogenblikken van bezinning verhieven zich overal op de tribunes mensen van hun plaatsen om zich rond het podium te scharen. Het waren er tenslotte 5.000 die aan de oproep gevolg gaven. Socialisme, dat is wil tot opbouw, wil tot ordening, wil tot en bereidheid tot discipline. Zo had Koos Vorink meermalen de leden van de AJC, de Arbeidersjeugdcentrale, toegesproken. In 1955 overleed deze bekende socialistische voorman en verzetstrijder. Zijn laatste tocht door Amsterdam was een indrukwekkende gebeurtenis. Kardinaal de Jong, die bekend was door zijn onwrikbare houding tijdens de bezetting, overleed enkele weken later. De uitvaart van de hoogste gezagsdrager van de Nederlandse Katholieke Kerk vond plaats in Utrecht. Inmiddels hadden de Nederlandse bisschoppen een mandement uitgevaardigd waarbij het katholieken verboden werd lid te zijn van een socialistische vakvereniging.
Het lidmaatschap van de Partij van de Arbeid werd ontraden. Dat veroorzaakte spanningen tussen de katholieken en socialisten die ons land al 7 jaar lang eensgezind regeerden. En ook met de naoorlogse arbeidsrust was het gedaan. De Amsterdamse tramconducteurs staakten voor meer loon. Bij de remises verzamelden zich de stakers om de situatie te bespreken. Het dekpersoneel van de pontveren over het IJ, dat eveneens in staking ging, werd spoedig vervangen door manschappen van de Koninklijke Marine, waardoor de verbinding met Amsterdam-Noord in stand kon worden gehouden. Het publiek kon gratis van de ponten gebruik maken. Vele schippers en machinisten werden later overgehaald eveneens het werk neer te leggen. Vooral op de voetbalzondag Nederland-België werd de vraag naar transport bijzonder groot. De voetballiefhebbers die per trein kwamen konden echter gebruik maken van 80 door militairen bestuurde stadsbussen. Bij gebrek aan personeel waren ook deze ritten gratis. Duizenden begaven zich voort zonder mopperen te voet naar het stadion. Want wie een kaartje voor een interlandwedstrijd heeft bemachtigd, zorgt dat hij erbij is. Ook al moet hij er kilometers voor tippelen. Gezellig dat jullie er al zijn. Meisjes, jongens, dames en heren. En vandaag, op mijn verjaardag, nog hartelijker welkom dan anders. Het Scapino Ballet bestond 10 jaar. Hij liet zien hoe het in die tijd de jeugd kennis had laten maken met de danskunst. En dan was er nog een toneeljubileum. Niet zozeer voor de jeugd, maar meer voor de ouderen. Aaf en Herman Bauber komt de grote verdienste toe dat ze in de 20e jaren de zogenaamde toneeldraken uit onze schouwburgen verdreven. En daarvoor in de plaats een nieuw soort volkstoneel brachten, dat eenvoudig en levensecht was. Dit echtpaar vierde in Amsterdam zijn 50-jarig toneeljubileum met een uitvoering van Zeemansvrouwen. Een volksschets geschreven door Herman Bauber zelf. In 1 scène van dit stuk staan de jubilerende echtgenoten alleen op de planken. Jongen, jongen, jongen. Wat heet er? Kun je het zeggen, mee? Als het weer niet verandert, neem ik een duik in de mannenkamer. Wacht even, duik ik met je mee. Zeg, Lodewijk, maak nog voort, want je moet Leentje gaan halen. Mensen, ik kan niet gauwer, ik heb geen droge draad aan mijn lijf. Ja, je kan de kraanvrouw niet laten wachten. Het boekenbal van 1955 ademde een geheel andere sfeer. Minister-president Willem Drees was een van de vele prominente gasten. De ministers Kals en Suurhof waren er ook. De heer Kals onderhield zich met vele van de aanwezige schrijvers, zoals Kees Stip en de romancière Hella Hazen. De essayist en dichter Binnendijk troffen we er in gesprek met de romanschrijver Adriaan van der Veen. Simon Carmichelt ontmoette er zijn pseudoniem de heer Kronkel. Het was diep in de nacht toen het schrijversbal begon. In zijn opvallende galaplunje voldeed de dichter Lucebert aan dit bevel. Vervolgens ging hij met de blote hand op de duivenjacht. Het was een van de vele zotternijen die van de boekennacht een gezellig feest maakten. Die gezelligheid was mede te danken aan Wim Kan, die van zijn optreden Griep, Bloemen en Corrie Vonk overhield. In de tweede helft van de jaren 50 woonden nog veel Nederlanders in krotten, in onbewoonbaar verklaarde woningen. Die mensen moesten zo snel mogelijk worden geholpen. Maar ook de sterke bevolkingsgroei betekende dat er steeds meer huizen moesten komen. Het bouwtempo werd sterk opgevoerd en er werden allerlei voorzieningen bedacht om tijdens de winter door te kunnen werken. Zoals plastic tegen de ramen, hete luchtkachels en zelfs een volledige overkapping boven een bouwwerk. De resultaten van al die inspanningen bleven niet uit. In 1956 werd in Groningen een mijlpaal bereikt. De 500.000ste na de oorlog gebouwde woning kon feestelijk in gebruik worden genomen.
Het half miljoenste huis is er een uit een blok montagewoningen dat in de kelderruimte onder meer een gemeenschappelijke wasgelegenheid heeft. Waar de bewoonsters de was kunnen doen zonder dat ze ongerust hoeven te zijn over hun kinderen. Die namelijk naar een aangrenzende speelkamer kunnen worden meegenomen. De kosten die aan het gebruik van deze moderne apparatuur zijn verbonden, zijn in de huurprijs begrepen. Verwacht mag worden dat in de toekomst meer nieuwe huizenblokken een dergelijke gemeenschappelijke wasinrichting zullen krijgen. Dit alles in het kader van de toenemende bouwactiviteit die als richtsnoer heeft een woningproductie van 75.000 stuks per jaar. Op de huishoudbeurs was te zien hoe die huizen moesten worden ingericht. In steeds meer Nederlandse gezinnen doet de koelkast zijn intrede. Dit is een geheel nieuw type met draaiende rekken, waardoor ten volle van de opbergruimte geprofiteerd kan worden. Voor kleinbehuisden is er een wandkoelkast met een inhoud van 126 liter die geen verlies geeft van aanrecht of vloeroppervlakte. De droomkeuken van elke huisvrouw is ook op deze huishoudbeurs te zien. Talrijke snufjes op huishoudelijk gebied hebben er een plaatsje in gevonden en wel zo dat alles niet meer dan een minimum aan ruimte inneemt. Een handig hulpje bij de was is een wringer die met zuignappen aan de muur wordt bevestigd. Het hele geval weegt nog geen 3 pond, is een Belgische vinding en kost iets meer dan 28 gulden. Een nieuw soort blikopener voorkomt zowel de bezeerde vingers als de lelijke woorden die zo vaak aan het nuttigen van conserven voorafgaan. Kosten met deksel, magneet en al ruim 11 gulden. Ook de kampeerders werden van de nieuwste snufjes voorzien. Zoals deze trappeldouche. Het was een van de attracties van de tentoonstelling Goed Kamp, waar ook een caravan getoond werd met een los dak. Dat dak kon worden gebruikt als bootje. En toen begon het te regenen. Het is nu al bijna zeker dat de zomer van 1956 de geschiedenis zal ingaan als de miserabelste winter sinds 100 jaar. Slechts weinigen kunnen terugzien op een geslaagde vakantie in eigen land. Tot die gelukkigen behoort zeker de man die samen met zijn vrouw midden in de natte mousson een huisje huurde. En een hoogtezon. En al regende het dan ook dag in dag uit pijpenstelen, mevrouw werd toch mooi bruin. En meneer lachte in zijn vuistje. Wat zeg ik, hij was door het dolle heen. De regenverzekering dekte de schade van een vakantie die in het water was gevallen. Na een moeizame formatie van 4 maanden kreeg Nederland in 1956 zijn laatste rooms-rode regering. Onder leiding van Willem Drees en met onze eerste vrouwelijke minister, Dr. Marga Pompé. Marga Pompé, bekend van haar werk in de Raad van Europa en de Kolen- en Staalgemeenschap, werd minister van Maatschappelijk Werk. Meneer Idelmans bereid is met de mensen om zich heen te leven en goed te leven en wat voor ze over te hebben. Dan zal het veel eenvoudiger zijn om op volk met elkaar te laten werken. En zo zie ik toch een hele duidelijke lijn tussen het werk wat ik eerst deed en de nieuwe taak die ik vandaag op mij heb mogen nemen. Onder voorzitterschap van Dr. Kortenhorst vergaderde de Tweede Kamer datzelfde jaar over de AOW. Die Algemene Ouderdomswet moest de noodwet Drees vervangen. Met aantekening dat dominee Zand en zijn politieke vriend daartegen waren, werd de Ouderdomswet tenslotte zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De Kamervoorzitter zei daarop het volgende. Als de regering en de Kamer gelukkig met een verstandig moment wetsontwerp, waardoor de ongelukkige woordcombinatie oud en arm zal zijn verdwenen. Alle bejaarden kregen nu een waardevast staatspensioen. En minister Zuurhof overhandigde zelf de eerste uitkering.
Op grond van de Algemene Ouderdomswet zal een pensioen worden verstrekt aan ongeveer 715.000 personen. Hiermee zal jaarlijks een bedrag gemoeid zijn van ongeveer 765 miljoen gulden. Zeven jaar lang was er gewerkt aan de 90 kilometer lange ringdijk rond de toekomstige polder Oostelijk Flevoland. Maar in 1956 was het zover. Het laatste gat werd gedicht voor een nieuw stuk Nederland. De kraanmachinisten brachten de grijpers tot stilstand. De arbeiders kwamen in beweging en baggerden elkaar door de vette klei tegemoet. De ring om Oostelijk Flevoland was gesloten. In de mijn Bois du Cazier in Marcinelle bij Charleroi gebeurde een ongeluk dat al spoedig de vorm aannam van een ramp. Op 715 meter onder de grond ontstond door kortsluiting een felle brand die ongeveer 270 mijnwerkers, waarvan een deel Italianen, van de buitenwereld afsloot. Uit alle delen van België kwamen reddingsbrigades naar de plaats des onheils. Na enige uren hard zwoegen slaagde men erin de eerste slachtoffers boven te brengen. Bij de ramp in Marcinelle kwamen er 262 mijnwerkers om het leven. In oktober 1956 kwam het Hongaarse volk in opstand tegen de Russische overheersing. De communistische symbolen werden neergehaald en Hongarije riep zich uit tot een vrij en onafhankelijk land. De Russische troepen hadden zich aanvankelijk teruggetrokken. Maar de hoofdstad Boedapest bereidde zich voor op hun terugkeer. De inwoners werden bewapend. Met tanks en kanonnen zetten de Sovjets op zondag 4 november een grootscheepse aanval op Boedapest in. Het Vrije Westen reageerde verontwaardigd, ook Nederland. In vele plaatsen zochten de woede en de verbittering der bevolking een uitweg in demonstraties, waarbij de eigendommen van de communistische organen in Nederland het moesten ontgelden. In Amsterdam werd daarbij de inventaris van de communistische boekhandel en uitgeverij in de Leidse straat geheel vernield. De betogingen, die zich ook richten tegen het gebouw waarin de waarheid en andere communistische lectuur worden gedrukt, ontaarden later echter in zinneloze baldadigheden van voornamelijk jeugdige elementen. De politie trad hier krachtig tegenop. De activiteit van de politie kon echter niet verhinderen dat ook in dit gebouw ernstige schade werd aangericht. In tegenstelling tot deze onwaardige uitingen stonden de stille nachtelijke bedentochten die in vele steden werden gehouden. Aan deze zwijgende demonstratie, waarin men zich bezon op het lot van de onderdrukte Hongaren, werd in Amsterdam door ongeveer 20.000 mensen deelgenomen. Binnen een week waren de Russische tanks weer heer en meester in Boedapest. De Hongaarse opstand was in bloed gesmoord. Talloze Hongaren vluchtten naar Oostenrijk en werden door verschillende landen opgenomen. Nederland ontfermde zich over 3000 Hongaarse vluchtelingen. Op het Centraal Station in Utrecht reed de vluchtelingentrein 's avonds tegen 11 uur binnen. Honderden mensen op het perron zorgden voor een hartelijke begroeting der Hongaren, die hier na een treinreis van ruim 24 uur op hun voorlopige bestemming arriveerden. De spanning en de vermoeienissen van de achter hen liggende dagen waren op de gezichten der gevluchten duidelijk afgetekend. Onder hen bevinden zich mannen die enkele dagen tevoren nog met het geweer in de hand vochten voor de vrijheid van hun land. Bij dit eerste transport bevonden zich slechts enkele volledige gezinnen. De herinnering aan de Tweede Wereldoorlog kreeg in Nederland gestalte in het Nationaal Monument. John Redeke, hier bezig met de beeldengroepen, overleed kort voor de onthulling op de Dam in Amsterdam.
Onze vorstin verrichtte hierna de eigenlijke onthulling van het gedenkteken. Stuk voor stuk werden de beelden zichtbaar, vervaardigd door de beeldhouwer John Redeker, die de voltooiing van dit werk, dat hij in samenwerking met de architect Oud verrichtte, niet meer heeft mogen zien. In het Amsterdamse Concertgebouw vierde dirigent Eduard van Beinen zijn 25-jarig jubileum. Andriessen onthulde persoonlijk het borstbeeld dat hij van Beinen maakte. De markante bronzen kop, die een geschenk is van het huldigingscomité, zal een plaats krijgen in het concertgebouw. En Johnny Jordaan vierde zijn koperen bruiloft. Overrompeld door het onthaal was de gevierde liedjeszanger zijn ontroering niet meer meester toen de Jordaaners hem stormachtig toejuichten. Terwijl rondom de muziektent 30 politieagenten slag leverden met de 30.000 bruiloftsgasten, zong Johnny voor het eerst in zijn leven een liedje alleen voor zijn vrouw. Als ik jou niet haat, als ik jou niet haat, dan zet in mijn hele carrière de klaar. Wie heeft mij gesteund met haar liefde en trouw? Mijn enige liefde. Voordat het bruiloftsfeest werd afgelast, zong Johnny samen met de Klaverjasclub het Amsterdamse volkslied. En dit was weer een heel ander geluid. Een van de grote jazzconcerten in de tweede helft van de jaren 50. Lionel Hampton speelt voor 4000 uitzinnige jongeren. Samen met drummer Hemner bracht Lionel de zaal tot grote geestdrift. Het concert bereikte zijn hoogtepunt toen een van de muzici erbij ging liggen. Met een indrukwekkende solo-dans besloot Lionel Hampton zijn optreden. Ons land had ook zijn eigen krachtpatsers. Judoka Anton Geesink werd weer Nederlands kampioen in alle categorieën. En er wachtte hem nog een grote toekomst. Intussen trachtte grootmeester Max Euwe de nationale schaaktitel te heroveren op Jan-Hein Donner. In de zevende partij kon de beslissing vallen. Op die avond waren onder andere Fanny Heemskerk en de Argentijnse grootmeester Pilnik aanwezig. Ook grootmeesters in de dop volgden hongerig het verloop van deze spannende partij,
of analyseerden uit de krant nog eens de vorige partijen. Euwe, die met wit speelde, bereikte een toreneindspel waarin hij twee pionnen meer had. Na de 54ste zet van wit zag Hein Donner het hopeloze van de situatie in en gaf op. Dr. Max Euwe was opnieuw schaakkampioen van Nederland. Op de Westeinder Plassen werd een nieuwe sport gedemonstreerd. Ideaal zijn de omstandigheden pas op een windstille dag als het water niet zo woelig is. Maar ook toen wij er waren, werden er reeds opmerkelijke prestaties geleverd. Waterskiën zal ook in Nederland ongetwijfeld een populaire sport worden. En dit was ook nieuw. Rolskiën heette het. In 1956 werd ook een nieuwe vorm van het voetbalspel geïntroduceerd. Bij de nieuwste sport, zaalvoetbal, die zijn Nederlandse première beleefde in Den Haag, blijft de bal altijd in het spel, binnen een omheining van hout en kippengaas. De keeper verdedigt een doel dat 4,80 meter breed en maar 1,20 meter hoog is. Landman blijft voorlopig de baas in de halve cirkel voor zijn doel, die niet door de veldspelers betreden mag worden. Abel Enstra speelde een zeer actieve rol, al was het hout hem wel eens te glad af. En nog een primeur. De Amerikaanse ijsrevue Holiday on Ice kwam voor het eerst naar Nederland met een sprookjesachtige voorstelling. Voor de Amerikaanse filmster Grace Kelly werd het sprookje werkelijkheid. Door haar huwelijk met prins Rainier van Monaco werd ze prinses Grazia. Gedurende de hele plechtigheid waren bruidegom en bruid hun ontroering nauwelijks meester. De ontroering deelde zich aan alle aanwezigen mede toen het bruidspaar de kathedraal verliet. Het Suezkanaal, een belangrijke verbinding voor de internationale scheepvaart, was neutraal gebied. De maatschappij die het kanaal exploiteerde was in Britse en Franse handen. In 1956 liet de Egyptische president Nasser weten dat hij de kanaalmaatschappij zou onteigenen om aan geld te komen voor de bouw van de Assuandam. Deze opzienbarende aankondiging had onmiddellijk grote diplomatieke activiteit ten gevolge. In Londen kwamen onder andere bijeen de Engelse minister van Buitenlandse Zaken Selwyn Lloyd, de Amerikaanse onderstaatssecretaris Murphy en de Franse minister van Buitenlandse Zaken Pinault. Hoe de toekomst zich ook zal ontwikkelen, zeker is dat het Westen alles in het werk zal stellen om de vrije doorvaart door het Suezkanaal te verzekeren. Israël werd bij de plannen betrokken. De Israëli's zouden Egypte binnenvallen, waarna Engeland en Frankrijk militair konden ingrijpen om het Suezkanaal te beschermen. De Israëlische opmars verliep voorspoedig. Engeland en Frankrijk stelden de strijdende partijen een ultimatum om de gevechten binnen 12 uur te staken. Bij verwerping hiervan zouden Britse en Franse troepen de Suezkanaalzone bezetten, ten einde zo de Israëlische en Egyptische legers te kunnen scheiden. Intussen stoomde een sterke Brits-Franse vloot op in de richting van het Suezkanaal. De gezamenlijke actie waartoe Frankrijk en Engeland hadden besloten, na het aflopen van het ultimatum aan Israël en Egypte, werd ingeleid met intensieve luchtaanvallen vanaf vliegkampschepen. Deze werden voornamelijk gericht op militaire vliegvelden, om de Egyptische luchtmacht, die onder andere was uitgerust met MIG-straaljagers, buiten gevecht te stellen. Met het doel strategisch belangrijke punten te bezetten, werden later parachutisten naar de kanaalzone gedirigeerd, die op verschillende plaatsen langs deze belangrijke vaarroute werden neergelaten. Kort nadat de parachutisten vaste voet op Egyptische bodem hadden gekregen, kwamen de commandotroepen in actie.
Franse eenheden voerden een landing uit bij Port Fouad, aan de oostelijke oever van het Suezkanaal, recht tegenover Port Said. Door de beschietingen vanuit zee was een grote olieopslagplaats in brand geraakt. Naar schatting 7000 Britse en Franse militairen namen deel aan de gevechten om de beide steden. Van het geallieerde oppercommando was het bevel uitgegaan om de burgerbevolking en haar eigendommen zoveel mogelijk te ontzien. Desondanks werd er door de hevige gevechten op enkele plaatsen ernstige schade aangericht. Maar deze bleef beperkt tot de wijken rondom de haven van Port Said. De Verenigde Naties zorgden voor een wapenstilstand. Maar inmiddels had Egypte het Suezkanaal geblokkeerd door tientallen schepen te laten zinken. Voor Nederland had dat ingrijpende gevolgen. Het dreigde benzineschaarste en de regering stelde een rijverbod in voor de zondagen. In de verlaten straten reed slechts een eenzame bromfietser of soms een buitenlander. Want voor deze categorieën geldt het rijverbod niet. Voor het overige leken de steden, mede als gevolg van het slechte weer, wel uitgestorven. De doorgaans drukke verkeersaderen, zoals de Maastunnel in Rotterdam en de Rijksweg Amsterdam-Utrecht, kregen weinig of geen verkeer te verwerken. De cafeetjes langs de grote weg hadden niets te doen. De benzinestations waren al blij als ze een bromfietser konden bedienen. Door de politie werd een strenge controle uitgeoefend en zij die wel mochten rijden, werden dan ook vaak aangehouden. Al met al vertoonden de wegen en straten in het gehele land een natte en trieste verlatenheid. Alleen de jeugd zag er de prettige kant van. Na 9 weken werd het zondagsrijverbod begin 1957 opgeheven. Toen bleek ook weer hoe revolutionair de ontwikkeling van het autobezit in Nederland was. In 10 jaar tijd was dat verviervoudigd tot ruim 400.000 personenauto's. De Velsertunnel, die in september door koningin Juliana werd geopend, moest zorgen voor een snellere verbinding tussen Noord-Holland en de rest van Nederland. De koningin stelde tegelijk de spoorwegtunnel onder het Noordzeekanaal in gebruik. Een feestelijk gestemde menigte was op het nieuwe station van Beverwijk aanwezig toen koningin Juliana op verzoek van de president-directeur van de Nederlandse spoorwegen, dokter ingenieur Den Hollander, de verkeerslichten van de spoorwegtunnel in werking stelde. Na deze korte handeling nam Hare Majesteit vergezeld van minister Algera plaats in het directierijtuig van de spoorwegen, dat op een teken van de stationschef van Beverwijk vertrok voor de eerste officiële rit door de tunnel onder het Noordzeekanaal, de eerste spoorwegtunnel van ons land. De spoorwegen waren voortvarend bezig. Alle stoomlocomotieven gingen naar de sloper, want Nederland moest als eerste land in Europa stoomvrij worden. Van de trotse locomotieven blijft tenslotte slechts een hoop schroot over. Schroot dat in de hoogovens opnieuw tot staal zal worden verwerkt. Nog ruim 250 locomotieven zullen in de komende jaren hetzelfde lot ondergaan. Want in 1958 zal er geen enkele stoomlocomotief in Nederland meer in dienst zijn. Bello, de stoomtram van Alkmaar naar Bergen aan Zee, maakte zijn laatste rit. We konden ons er nog eenmaal van overtuigen hoe goed Bello het deed in het duinlandschap en in de bossen.
Ook het Volendammer trammetje van Amsterdam naar Volendam werd opgeheven. Het deed altijd wat vreemd aan dat de conducteurs van dit vervoermiddel tijdens elke rit zelf een overstapje moesten nemen. Met een requiem werd afscheid genomen van de tramlijn Amsterdam-Zandvoort, de blauwe tram. In de Nevada-woestijn nam Amerika nog steeds proeven met atoombommen. Maar de Amerikanen bouwden ook de Nautilus, de eerste door kernenergie aangedreven onderzeeër. In de tweede helft van de jaren 50 ging het stoomtijdperk bijna naadloos over in het atoomtijdperk, ook in Nederland. In 1957 werd op Schiphol de tentoonstelling Het Atoom gehouden, over de vreedzame toepassing van kernenergie. De geleidelijke afneming van de wereldvoorraden van steenkool en olie maakte het in belang van het nageslacht noodzakelijk thans reeds een nieuwe energiebron te ontwikkelen, de atoomenergie. Op de tentoonstelling wordt deze geheel nieuwe wereld onder andere door middel van grote maquettes aanschouwelijk gemaakt. Het hart van de expositie is de kernreactor, die in aanwezigheid van de koningin en de prins door minister Kals officieel in werking werd gesteld. In deze reactor worden uraniumatomen gespleten, zoals op een schema te zien is. Bij dit proces komt warmte vrij, die onder andere kan worden overgedragen aan water, dat tot stoom verhit turbines kan aandrijven voor de opwekking van elektriciteit. Reeds zijn onder andere in Engeland dergelijke elektriciteitscentrales in gebruik. De radioactieve atomen, de zogenaamde isotopen, worden toegepast in de medische wereld, onder andere voor de bestraling van patiënten. Zeer ingenieuze apparaten en instrumenten werden daartoe ontworpen. Maar soms ging het mis. Het kleine dorp Putten op de Veluwe is opnieuw in het wereldnieuws gekomen doordat het huis van de familie Haanschoten in de Schoolstraat radioactief besmet geraakte als gevolg van een ongeluk bij een medische behandeling. Onmiddellijk na de ontdekking werd de woning van de omgeving geïsoleerd. De tuin waarin radioactieve as was uitgestrooid werd afgedekt met een plastic zeil om te voorkomen dat besmette stofdeeltjes door de wind verspreid zouden worden. Alle inwoners van het dorp die met de familie Haanschoten in aanraking waren gekomen, werden opgeroepen om zich te onderwerpen aan een geneeskundig onderzoek. Zij moesten zich daartoe begeven naar het bureau van de Rijkspolitie in Putten. In het politiebureau werden ze onderzocht met apparaten waarmee de aanwezigheid van radioactiviteit gemeten kan worden. Tijdens het onderzoek bleek dat gelukkig niemand was aangetast. Ook niet het vriendinnetje van de vijfjarige Joke Haanschoten, die als eerste door de radioactiviteit besmet werd en die met haar ouders, broertje en zusjes het huis in Putten moest verlaten en ter observatie in een Utrecht ziekenhuis werd opgenomen. In Rome richtten 6 Europese landen dat jaar niet alleen de Europese Economische Gemeenschap op, maar ook Euratom. Een samenwerkingsverband voor de vreedzame toepassing van atoomenergie. Voor Nederland tekende minister Luns. En ondertussen kreeg Brabant een nieuwe bisschop. Aan de heikant in het Brabantse dorp Sint-Oedenrode staat het geboortehuis van monseigneur Beckers, de kortelings geïnstalleerde bisschop coadjutor van Den Bosch, die als rechtgeaard boerenzoon een groot liefhebber van de ruitersport is.
Veelvuldig steeg de bisschop te paard tijdens de vakantie die hij kort voor zijn wijding doorbracht op de boerderij van zijn moeder. Mevrouw Beckers heeft alle reden om trots te zijn op haar oudste zoon, die aan tal van Brabantse ruiters het bewijs leverde dat hij ook op het gebied van de sport zijn sporen verdiend heeft. En ofschoon hij zijn tochten beperkte tot de bossen en heidevelden rond Sint-Oedenrode, werd Monseigneur Beckers een figuur die Nederland in eeuwen niet gezien had. Een echte bisschop te paard. Vanuit Italië kwamen deze beelden van de filmster Gina Lollobrigida en haar eerste baby. Gina's zoon, die naar zijn vader Milko werd genoemd, woog bij de geboorte 6 pond. Vader Stafrik verklaarde dat de kleine sprekend op zijn moeder lijkt en dat hij het een knappe baby vindt. Een mededeling die aan de hand van deze eerste filmopnamen gemakkelijk getoetst kan worden. Nooit speelde Gina Lollobrigida een rol zo goed als deze, de rol van moeder. I for one would gladly bet ya, when I've done the dance we'll get ya, do not wake it up today with cha-cha. En deze pleegmoeder van vele kinderen kwam naar Nederland. Cha-cha. Josephine Baker, de wereldberoemde revue-danseres en chansonnière, onderbrak haar tournee door West-Duitsland voor een eendaags bezoek aan Amsterdam, waar ze op charmante wijze de Nederlandse vertaling ten doop hield van het kinderboek dat ze samen met onze landgenoot Piet Warm maakte. In een der warenhuizen van de hoofdstad verdrongen zich honderden mensen om van Josephine een handtekening te krijgen in een exemplaar van haar boek. De kleintjes onder het publiek waren al direct even goede maatjes met de grote artiesten als de 8 kinderen die door Josephine Baker geadopteerd werden. En intussen was de rock'n'roll als een vloedgolf over Nederland gekomen. Op de harde beat werkten tienduizenden jongeren zich avond na avond in het zweet. Ook op dit gebied leverde Nederland een geheel eigen artistieke bijdrage. In een klein zaaltje in Den Haag klinkt gezang, of wat daarvoor door moet gaan. Men is op zoek naar de Nederlandse Elvis Presley. De behoefte van de opgroeiende jeugd aan een idool heeft zich bij deze jongeren gericht op de schorre Amerikaanse zanger Elvis Presley. Dat verklaart de extatische overgave waarmee ze hem trachten te imiteren. Toch kwam uit dit toernooi een betrekkelijk rustige winnaar tevoorschijn. Deze. Oh, let me be, oh, let me be, good at even. First one to be, good at even.